nu hier bij elkaar zijn aan het einde van een stille tocht door onze stad. Een stille tocht die u met elkaar hebt gelopen, omdat hoop, vernieuwing en nieuwe stappen er ineens niet meer zijn. Een stille tocht om ons te bezinnen op alle vragen die we hebben, op de boosheid die we voelen. Een stille tocht als indrukwekkend verzet tegen zinloos geweld. Dat was het wat Jarel trof. Blind, zinloos geweld. En we zijn stil, omdat Jarel er niet meer is. Dinsdag 11 januari begon voor Jarel Reinders als een gewone dinsdag. Opstaan, aankleden in die flat. Een zoen voor Rachel. Door naar zijn werk. Een gewone dinsdag. Gewone dinsdagen zijn er niet meer. Niets is meer gewoon. Alles is anders. Voor Rachel. Voor Jarels ouders. En hij had er 4. Voor zijn schoonouders. Want ook voor hun was hij als een zoon. Voor Jarels zussen en broers. Voor hun familie, hun vrienden en hun collega's. Niets is meer gewoon. Alles is anders. Jarels leven staat sinds die fatale dinsdag stil. Hij is uit de tijd, zeggen we hier. Maar hij is niet uit uw hart. Want daar leeft Jarel voort. Een jonge vent in de bloei van zijn leven. 22 jaar oud en een heel leven nog voor zich. Een leven dat hij zo positief en zo goed mogelijk leefde. Een leven waarin hij tegenslag had overwonnen. Maar ook een leven waarin hij nieuwe perspectieven had gevonden. Altijd oog voor familie en vrienden. Altijd oog voor hun leven. Zijn moeder vertelde mij vorige week hoezeer en hoeveel hij zichzelf wegcijferde voor een ander. Ook als hij te weinig voor zichzelf had, deelde hij met zijn naaste. Een gouden vent. Dol op zijn vriendin. Dol op het leven, dol op zijn vrienden. Liefdevol en beschermend. Letterlijk. Tot het einde toe. Een geliefde vriend, een zoon, een broer, een trouwe kameraad is door geweld uit het leven gerukt. Een zinloze en een veel te vroege dood slaat diepe wonden. Dat doet het altijd. Dat is nu niet anders. De dood van Jarel brengt ongeloof. Brengt vertwijfeling, brengt woede in onze stad. En het brengt vooral een pijloos diep verdriet. Verdriet dat er in het afgelopen jaar in onze gemeenschap al genoeg is geweest. En bij tal van mensen nooit meer overgaat. En ook bij deze familie nooit meer zal verdwijnen. Ik prijs de mensen in onze stad die ook nu hun medeleven met het verdriet dat Jarels dood veroorzaakt hebben getoond. Die in de voorbije 2 weken Rachel, Jarels ouders, schoonouders, broers en zussen in woord en daad hebben gesteund. Die in hun gedachten, in hun gebeden bij hen willen zijn. Ik hoop van harte dat dat voor deze familie, voor Rachel, tot troost is. Dat jullie allemaal weten en dat jullie ook voelen dat je niet alleen staat in jullie verdriet. En dat een ontelbare schare van mensen hier op dit kruispunt, vlak bij jullie huis, maar overal in de stad en ver daarbuiten, om jullie heen staan. De fakkels en het, wordt mij net verteld, ook Jarel, ongetwijfeld gewaardeerde vuurwerk. Dat vandaag brandde, dat vandaag knalde. Laat het een noodkreet zijn aan iedereen om geweld te stoppen. Laat het een oproep zijn om naar elkaar om te zien. Maar laat het ook vooral branden en knallen als teken van hoop en steun voor Rachel, voor Jarels ouders, voor zijn hele familie, voor al zijn vrienden. In hun verdrietige hart staat Jarels leven niet stil, maar leeft hij door. Met mooie, troostende herinneringen. Ik hoop en ik wens u van harte toe dat die herinneringen en het massale medeleven dat vanuit de stad bij u komt
van zoveel mensen, dat die u zullen troosten. Dank u wel. Maar om te zien hoe dit vanavond voor Jarel opgezet is, hoe Gilano en Kaylee ook hun best hebben gedaan om die stille tocht hier voor te bereiden en zo voor elkaar te krijgen zoals vanavond, dat doet ons echt goed. En namens de familie wil ik ook iedereen hartelijk danken voor hun kaartjes, hun steun, op welke manier dan ook. Wordt gewaardeerd, dankjewel.